De ziekte van Parkinson komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, hoewel dit verschil niet erg groot is. Omdat vrouwen gemiddeld genomen wat ouder worden dan mannen, zien we wel dat vrouwen op hogere leeftijd vaker Parkinson krijgen dan mannen. Vrouwen hebben over het algemeen een iets milder beloop van de ziekte qua motorische verschijnselen dan mannen. We zien dan ook dat vrouwen bijvoorbeeld minder vaak een hersenoperatie nodig hebben om de motorische tekenen te onderdrukken. Daarentegen zien we dat vrouwen wel vaker last hebben van depressieve symptomen dan mannen met Parkinson.